Goedenavond, dames en heren, beste muzikanten. Ik ben zeer vereerd dat Yves Pieters en Bart Lagacy, de initiatiefnemers van Play 4, mij hebben uitgenodigd als gastspreker en ook als gastdirigent en gastcomponist om op het eindconcert, wat zal doorgaan op 13 februari 2022 om 17 uur in het VTI in Brugge. Er zullen de twee activiteiten zijn waaraan ik ga deelnemen. Ik ga een workshop geven voor jonge dirigenten en ik ga ook het orkest dirigeren in drie van mijn eigen composities. De eerste compositie is een ouverture die heet Kuifje en de Zonnetempel. Dat is een arrangement wat destijds gemaakt is door Johan de Meij en geïnspireerd op de muziek die ik heb gecomponeerd voor de gelijknamige musical Kuifje en de Zonnetempel. Het tweede werk wat ik ga dirigeren is mijn elegie voor basklarinet en harmonieorkest. En de solist daar is Bart Lagacy. En last but not least een compositieopdracht die ik zeer recent nog heb gekregen van mijn collega en goede vriend Eddy van Oosthuizen, die mij naar aanleiding van het Van Eyckjaar gevraagd heeft om een klarinetconcerto te componeren, geïnspireerd op het fameuze altaarwerk, het Lam Gods, geschilderd door de gebroeders Van Eyck. En dat is uiteindelijk een concerto geworden voor klarinet en symfonieorkest oorspronkelijk, maar op 13 februari, jawel, het is een wereldpremière, gaat het werk voor de eerste keer gespeeld worden in de versie voor klarinet en harmonieorkest. En ik hoop jullie allemaal te mogen en te zullen ontmoeten op 13 februari 2022 om 17 uur. Bye bye.